Hey, what's Gucci? Het is je panna Steven Vechter en super tof dat jij weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over wat vinden jongens nou aantrekkelijk aan meiden. Ja. Als je nog niet hebt geliked of gereageerd, reageer even in de reacties panna gang en like even snel en dan gaan we nu beginnen. Dus ik zit al wel een tijdje in deze YouTube game en ik doe deze video's best vaak. En wat ik zie is dat meer mensen deze video's hebben gemaakt. Dus wat ik als allereerste wil gaan doen is kijken wat andere mensen nou als tips hebben. En misschien kan ik daar weer op oordelen. Dus het lijkt me grappig. We gaan eerst kijken hoe andere mensen reageren op dit topic. Zo, dat is een duur woord. Bliksem, mem, duur woord, tegenwoordig. Yeah. Dus we gaan eerst kijken hoe andere mensen hierover denken. Dus 3, 2, 1. Oké, dus we zijn terug op de plek hoe we willen gaan zitten. Ha! Oké, dat klonk heel dom. Ik zit op de plek waar ik wil gaan zitten en wat we gaan doen is, we gaan eerst reageren op mensen die ook al zulke video's hebben gemaakt. Oké, zoals jullie kunnen zien, ik laat het even snel zien op mijn kanaal. Zoals we gaan naar populairste video's, let op, is dat deze. Dus ik had deze jongen al gevonden en ik had gezien dat hij blijkbaar ook van zulke video's maakt. En ik ben wel benieuwd qua wat hij dan doet en zegt in die video's. Dus wij gaan reageren. Want ja, als ik, hè, als de oldie, als een van de oude mensen die deze video's maakt, dacht ik van, ik mag hier wel op reageren. Want ik heb nog steeds de beste advies van heel YouTube. Laat in de reacties als jij vindt dat een van hun beter zijn in adviezen. En we gaan reageren op, wat vinden mannen aantrekkelijk? 5 dingen. Dus let's go. Dus ik begin in 3, 2, 1. Hey, dit is Matthijs van Mannenbrein en in deze video geef ik je mijn top 5 dingen die mannen aantrekkelijk vinden. Ja, het is voor mij ontzettend leuk om deze video te maken, omdat dit de kern raakt van waarom sommige vrouwen met een fantastische kerel in een liefdevolle relatie terechtkomen, terwijl andere vrouwen juist een heel pijnlijk liefdesleven hebben. En met deze video kun jij er dus voor zorgen dat je... Een pijnlijk liefdesleven... ik verwachtte dat niet. Leuke intro. Neem maar oprecht. Gewoon spontaan. Leuk, blij. Dat vind ik goed. Dat is al een pluspunt. Dat is al 1 palenpunt van jou. In die eerste categorie terecht gaan komen. Nu, stel je gaat dan een willekeurige man op straat vragen. Wat hij nou het meest... Ah, zet haar in mijn oog. Nou, dan zullen de meeste mensen denken dat die man allerlei voor de hand liggende antwoorden zou geven. Zoals... Borsten. Billen. Zo kan FIFA spelen. Ja. Piep is het belangrijkste. Als je een vrouw hebt met een piepie. Yeah, man, dan. dan weet je zeker dat je goed zit. Eigenlijk niet, maar ja, we gaan verder. Stel je zet 2 vrouwen naast elkaar die exact even aantrekkelijk zijn. Oké. Okay. Maar de eerste vrouw die belichaamt 1 van de eigenschappen die ik in deze video met je bespreek. Moeilijke woorden houden. Alleen ik mis wel de ondergrondmuziek. Ik ben heel erg fan van video's met achtergrondmuziek en zo. Maar qua concept en zo, het is leuk. Ja, nice. De standaarden van de maatschappij net ietsjes knapper. Dan zullen de meeste mannen alsnog kiezen voor de vrouw die net iets minder knap is, volgens die standaarden. Maar waar hij nog steeds aantrekkingskracht, fysieke aantrekkingskracht voor voelt. En die al die eigenschappen belichaamt die haar onweerstaanbaar maken. Natuurlijk is het zo dat een man zich aangetrokken moet voelen tot jouw uiterlijk. Maar ik snap wat je bedoelt, dat is echt zo. Big man, hij snapt het. Hij snapt het. Kijk, het is... Als ik het goed heb begrepen. Van, je hebt 2 meiden. Eentje is super mooi, andere is ook gewoon mooi, gewoon maatschappelijk gewoon mooi. Maar gewoon goede eigenschap. Dan gaan jongens voor die meid die iets minder mooi is. Waarom? Omdat zij gewoon... Ze is gewoon normaal. Ze is gewoon een normale meid. Kijk, als een meid te mooi is, dan weet je al, oké, ze is niet van jou. Want de meeste kans dat ze vreemd gaat en aandacht krijgt van andere jongens, klopt. Ze is de hele tijd met zichzelf bezig. Dus ja, ik vind het leuk hoe je dat beoordeelt. Ja, ben ik mee eens. Ik ben niet mee eens. Geef ik weer 2 panen. Punt. Punt met panen. Panenpunt. Minstens net zo belangrijk is hoe een man zich voelt bij jou in de buurt. Dat staat in contrast tot wat de meeste mensen denken. Vandaar dat ik je in deze video de 5 belangrijkste dingen geef die mannen ontzettend aantrekkelijk vinden die niks met je uiterlijk te maken hebben. En blijf kijken tot het einde van de video, want dan heb ik nog iets heel leuks voor je. Daar gaat het. Het eerste ding is, laat hem naar je verlangen.
is dat het moeilijkste moment om de leukste versie van jezelf te zijn. Want dat is namelijk het moment dat er een vloedgolf van hormonen en chemicaliën komt die het volgende vertelt. Onze biologie maakt het verschrikkelijk moeilijk om aantrekkelijk te zijn voor juist de persoon die ons het gelukkig zou maken. Ja, I know, weird. Maar hier is het goede nieuws. Ver gaan, ik zat zo bizar. Sorry, ik weet even niet waar ik wou reageren. Vond je deze reactie net zo nuttig als ik, als mijn hele YouTube kanaal? Zeg het even. Nice. Onweerstaanbaar zijn kun je leren. Echt? Mm. Zeker. Kijk, aantrekkingskracht is geen magische toverkracht. Ik wil dit leren. Ik wil leren om onweerstaanbaar te zijn. Ik wil leren, hoe kan ik dat leren? Vertel mij, man en brein. Het zit ook niet gecodeerd in onze genen. Waar het om gaat, is dat jij bepaalde eigenschappen die je al bezit, verder ontwikkelt en tot volle bloei laat komen. De samenleving, je vrienden en je familie, die vertellen je allemaal dat je alleen maar de juiste persoon hoeft tegen te komen. Maar wat nu als ik je vertel dat zelfs de meest ongelofelijke, heerlijke vent, die alles heeft wat jij maar zoekt in een man. Wat een heerlijke, zoete man. Die, met zijn fijne knippe billetjes en zo, lekker sappig. Zoeken jullie daar naar meiden? Ik niet, ik zoek naar een meid. Oh, wacht, ik heb al een meid. Sorry Romy, die boos worden, sla me niet. Nog steeds kan worden afgeschrikt omdat jij bepaalde kleine gedragingen vertoont waar je het misschien niet eens zelf van door hebt. Zo zie ik heel veel vrouwen die zichzelf te behoeftig opstellen op het moment dat ze een man echt leuk vinden. Mannen willen het gevoel hebben dat jouw leven net zo gelukkig is zonder hem als met hem. Een man die wil namelijk geen leegte opvullen in jouw leven. Hij wil het leven samen met jou vieren. Een man die wil een... Boom! Klaar. Hij snapt. Hij snapt hem. Hij snapt hem. Verdik me. Ik kan gewoon stoppen met mijn YouTube kanaal. Ik stop vanaf nu per direct met mijn YouTube kanaal en ik geef jou al mijn ideeën, want jij kan er 10.000 keer beter voor worden dan ik. De plek in jouw leven verdienen, hij wil moeite voor jou doen. En hoef je helemaal niet hard to get gaan spelen of allerlei spelletjes erbij te halen, dat is allemaal niet nodig. Het kan veel simpeler dan dat. Zodra je een man hebt ontmoet die je echt ontzettend leuk vindt, dan wil je met hem zijn. Je verlangt naar hem en je wilt jouw vrije tijd samen met hem doorbrengen. En alhoewel het echt een heerlijk gevoel is en het prachtig is als je dit soort momenten met hem hebt, is het tegelijkertijd ook een val. Die val is dat je veel te snel kunt gaan voor een man. Als je elke keer toegeeft aan dat verlangen om hem te appen, om hem te zien, om met hem af te spreken, dus dan kan je al heel snel overweldigend voor hem zijn. 10%, mijn kamer is 10%. Je houdt alle activiteiten, alle heerlijke activiteiten die je ondernam voordat je met hem afsprak, voordat je met hem ging daten. Dit zijn namelijk alle... Oh, je hebt echt gelijk. Deze man heeft echt gelijk. Maar mijn camera is 10%, dus ik moet even snel de lader pakken. Be right back, boys! Snoet! Snoet! Dit is mijn lader voor mijn camera. See you long. Yeah! Ik heb geïnvesteerd in deze YouTube-dingen al. Je moet eens weten, gek. Oké. Kan ik hier achterlangs? Ik kan dit. Want ik ben... In deze relatie. Oké, dus. Oh joh. Even open. Ik heb de camera dus verplaatst, dus hij kan 1 millimeter, millisculemeter veranderd staan. Als dat zo is, het spijt me enorm. Mijn audio viel eruit. Dingen die jouw leven energie geven. Zo coach ik laatst bijvoorbeeld een vrouw die het heerlijk vond om te zwemmen. En dit deed ze 3 keer per week.
Totdat ze Hendrik ontmoette. Heerlijk. Een kerel waarmee ze al snel al haar vrije tijd ging doorbrengen. Ze waren bijna elke dag samen. Maar wat gebeurde er? Hendrik gaf op een gegeven moment... Moet je niet doen! ...een beetje te snel vond gaan. En toen kwam ze bij mij voor advies. Goed zo, Hendrik. Vertelde ik haar, pak dat zwemmen weer op. Ga weer 3 keer per week. Man up, girl. You need to swim. You need to swim and swim like you never swim before. ik ben even lol. Nee, maar... Eindstand. Het klopt allemaal wat hij zegt. En ik snap het ook allemaal. Alleen mijn aandacht is bij de filmpje een beetje weg. Omdat ik... Ja, ik weet niet waarom. We gaan even naar een andere toe. We gaan deze. Mannen geheim. Wie ben jij dan? Hi, het is Tim hier. En in deze video wil ik het hebben over wat mannen nou echt aantrekkelijk vinden. Als datingcoach is dat de audio. Typische vraag die mij als allereerste door vrouwen wordt gesteld. Van, ja, maar wat willen mannen nou echt? En wat zoeken mannen nou echt in een vrouw? En wat vinden mannen... Hij heeft me wel met de inspiratie qua muziek. Qua de... Ik deed dat ook een keer, maar niet gek zien, niks. Maar het is zo... Oké, jongens, vandaag ga ik jullie laten zien hoe mijn mannen aantrekkelijk vinden aan mij. Hoe jij vrienden kan krijgen. Het is zo bijzonder. I have a dream. Ja. Oké, dit is genoeg gehouden. Laten we kijken. Maar nou echt aantrekkelijk. Het antwoord erop kan heel lang zijn. Het antwoord erop kan je letterlijk boekenlang vol overschrijven over wat mannen wel aantrekkelijk vinden. Want mannen vallen nu eenmaal voor vrouwelijkheid. En dat betekent niet dat je als stoere vrouw geen niet aantrekkelijk kan zijn voor een man. Maar die man zal dan vaak vallen op de vrouwelijke kantjes die je wel hebt en die hij dan ziet. Dat is hetgeen waar die voor valt. Net zo goed als dat jij niet op een... Jij snapt hem. Hij snapt hem. Een man valt op vrouwelijke vrouwen. Hij snapt hem. Hij snapt hem. Besef, ik zit in mijn eentje in een huis. Met 2 studielampen, een microfoon, een MacBook voor me, camera voor me en... Wat ben ik nou allemaal aan het doen? Hè? Ik had nu ook gewoon als normale jongens gewoon kunnen gamen met mijn vrienden, maar nee. Ik doe dit. Vervijfde man valt, vallen vrouwen nou eenmaal niet op een mannelijke vrouw. En begrijp me niet verkeerd, met vrouwelijk gedrag bedoel ik absoluut niet dat je jezelf onhandig of dommig of zwak moet vinden. Wel, dat bedoel je helemaal wel. Niet. Je kan heel erg vanuit een krachtig perspectief vrouwelijk zijn. Heb ik het over ik vraag je me vrouwelijk af. Kleden? Hij heeft 2 shots. 2 shots. Je vrouwelijk dus... gedragen. Hij heeft steeds 2 shots, dus ik vraag me af van, heeft hij het 2 keer opgenomen en dan steeds van de andere kant, of heeft hij 2 camera's? Als hij 2 camera's hebt, zeg, qua kwaliteit van camera's zijn best goed. Dus budget, yeah, 2 pandenpunt voor jou, meneer. Een vrouw die positief is, een vrouw die blij in het... Jongens, ik kan wel stoppen met deze video's. Kijk, hier zijn gewoon de gouden tips. We willen geen meid die niet saai is. Een meid moet positief zijn. Als een meid de hele tijd loopt te janken. Tuurlijk, dat wil niemand. Dat is niks aan. En... Als u al negatief is, hoe zal het dan wel niet zijn in een relatie? Mannen hebben een ontzettend lage drempelwaarde voor wat ze gezeur vinden. Voor wat ze drama vinden. Voor dingen waar ze eigenlijk afstand van echt, hebben. Echt, hè? Ik zit nu gewoon te denken in mijn relaties. En nu denk ik ook van... Gewoon als mij in 1 keer al zeurt, is dat van, mijn vrouw zeurt altijd, wat is het, waarom moet vrouw te zeuren? Maar ondertussen, ik hou wel van je. Ik heb het over mijn vriendinnetje. Nee, dus kijk daar ontzettend mee uit. En omgekeerd, positiviteit. Een vrouw die blij is, die vrolijk is, vindt het geweldig om bij in de buurt. Ik zie de reactie straks al. Ja, maar mannen moeten vrouwen toch ook kunnen steunen? Want wij steunen jongens ook in slechte tijden en goede tijden. Je moet er altijd goed voor elkaar zijn. Ja, dat is zo. Alleen, als je altijd zeurt, is het super irritant. Zijn niet alleen mannen trouwens, iedereen. Maar een positieve vrouw is een vrouw die veel lacht. Het liefst nog een vrouw die heel veel lacht om zijn grapjes. Ja, dat is voor een man veel aantrekkelijker dan
al het andere. En het derde ding wat mannen super aantrekkelijk vinden, is een vrouw waar ze moeite voor moeten doen. Oké, dat zijn eigenlijk dezelfde tips als net, dus we gaan zo naar een andere video. Maar, ik vraag me af, waar ben jij? Het is gewoon, kijk, zie de achtergrond en zo. Dit is niet Nederland, verdikke me. Dit is niet Nederland, dat weet ik zeker. De kind wat ik me zeg dat het niet zo is, maar ik weet het zeker. Dit is niet Nederland. Sommige mannen vinden dit lekker. En doen... Oké, ik ga niet naar de reacties kijken. Oh, we hebben Levi Jansen hier, ja. Dus we gaan nu een video kijken van Levi de heer Jansen. Wat hij aantrekkelijk vindt aan meisjes, volgens een jongen. Ja, let's go. Oké, ik ga het jullie zeggen. Ik heb dus stiekem daar best wel vet fetish voor. Maar ik durf dat dus niet echt te zeggen. Maar ja, daarom wel bij deze, snap je? Hoi, oh no. Ik ben Levi. Cliffhanger, he got a fetish. Yo, YouTube, mijn naam is Levi Jans. Het is Levi, dus Levi krijgt van mij al meteen 10 punt. Maar Levi is top. En super leuk dat jij weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag is het zoals gewoonlijk zaterdag en dus tijd voor mij een nieuwe video op Levi Jansen. In de afgelopen woensdag was er een extra video. Ik hoop dat jullie deze leuk vonden. Ik ben van plan dit vaker te gaan doen. Ik heb geen idee hoe vaak ik dit ga volhouden. Maar ik ben in ieder geval plan het van vaker te gaan... Het van... Holy shit. Ik ben in ieder geval van plan het vaker te gaan doen. Ik moest vandaag naar de tandarts en ik moest 2 gaatjes laten vullen. Ik vond dit ongelooflijk kut. Ik kon niet echt goed slapen vannacht door de video. En zoals je waarschijnlijk al aan de titel hebt gezien, ga ik jullie vandaag de 5 aantrekkelijkste dingen aan meisjes vertellen. Nu hoor ik jullie denken van, hoe kun jij dat weten? Oké, ik ga het even anders verwoorden. De 5 aantrekkelijkste dingen aan meisjes volgens mij. Het is dus weer mijn mening. Ja, ik ga dus vandaag mijn mening geven als het ware. Alles wat ik hierin zeg zo is. Dus dat het echt vanuit mij komt. Vanuit Levi. Dus niet, het zijn geen feiten. Ik benoem geen feiten. Ik ben één iemand die zo denkt. Misschien zijn er meerdere die zo denken. Dat weet ik niet. In ieder geval zeg ik het vanuit mij. Het is meer ook een beetje soort van, ja, nou ja, tips tegenover jullie. Het zijn meer gewoon als jullie geïnteresseerd zijn. We beginnen bij nummer 1 en dit vind ik eigenlijk al een hele belangrijke op het lijstje. Als een meid niet spontaan is en dan houdt het al snel op, dan is het ook niet heel erg aantrekkelijk. Als het er wel is, dan vind ik het vooral aantrekkelijker, zeg maar. Als het er niet is, dan is het jammer, maar is het niet erg. Als het er wel is, dan heb ik echt zoiets van... Precies, een meisje moet spontaan zijn. En... Oké, dus ik snap nu wel waar alles heen gaat. Wil je nou vaker dat ik ook ga reageren op andere video's? Laat even achter in de reacties. Ik snap al deze topics nu wel. Ik heb het nu al wel gezien. Ik weet niet eens meer hoe ik op moet reageren. Aangezien ze allemaal toch hetzelfde zijn. Dus nou kom ik met mijn tips. Oké. Wat ik wil van een meisje is dat een meisje lief is. Ze moet lief zijn. Ze moet kunnen knuffelen. Als je niet kan knuffelen, dan wil ik jou niet. Oké, tip 2. Ik bedenk ze allemaal uit mijn hoofd. Hè? Ik heb niks opgeschreven. Tip 2 is, ze moet niet zagrijnig zijn zoals die man net zei. Kijk, tuurlijk mag je een keertje zagrijnig zijn, maar je moet niet alles zeggen van, yo, wat je doet wil ik niet, geef mij aandacht, dat. Je moet een jongen, moet je juist zijn ding laten doen. Als je een jongen niet zijn ding laat doen, dan nee, dat gaat het niet werken. Echt niet. Tip 3, ik vind het aantrekkelijk aan een meisje, als een meisje interesse toont in... games. Oké, tip 4. Die was heel slecht, sorry. Oh, wat ben je Oké, nummer 4 is, meiden moeten meiden zijn. Je moet je eigen ding doen, zoals die andere vent ook al zei. Dat klopt, je moet gewoon jouw ding doen. Als je niet jouw ding doet, dan vind ik het ook niet leuk. Want als je heel je leven focust op mij, dan ben ik heel klaar met, ja, gewoon snel klaar met je. Want het enige wat je wilt doen is mij. Is dat raar? Ja, op zich, het is, je moet je eigen leven ook leiden. Ik ben juist blij om te zien dat jij ook je eigen ding doet en gewoon lekker, ja, gewoon je eigen ding doet. Dat is 10 keer beter. Tip 5 is als je niet bent zoals de andere meiden. Oké, maar misschien val ik hier alleen op hoor. Het is, ik val niet op meiden die, hoe zeg je dat? Standaard Nederlandse meiden die naar Bissie luisteren. Zo Nederlandse hiphop, als een meisje daarna luistert, is voor mij heel snel een afkraker. Ik weet niet waarom, het is gewoon, kan je gewoon inschatten wie je bent dan. Als ze helemaal zo zijn van, oh, ik wil echt geen videoclip spelen. Nee, dan heb je gewoon geen respect voor jezelf, ik weet hoe je bent. Als je te veel focus hebt op Gucci of Mac dingen, echt niet, nee. Wees gewoon normaal, koop gewoon lekker H&M of zo, doe gewoon lekker normaal. Wees gewoon normaal, ja, gewoon leuk, gewoon
wees leuk, doe je ding. Ga niet te veel forceren en dingen. En dan zeg ik van, Steven, maar jij forceert ook op Instagram. Maar ja, maar dat is mijn werk, ik verdien me mijn geld mee, want ik ben een slap. De video wordt te raar voor vandaag. Vond je deze video leuk? Zorg dan zeker voor dat je even een dikke vette like geeft. En dan zie ik jou met je super leuke schattige koppie weer later bij een nieuwe video. Dit was de video.